Het is 5 jaar geleden sinds de laatste Ratchet & Clank game. En 8 jaar sinds de laatste goede Ratchet & Clank game. Rift Apart genereerde dus een enorme hype en niet voor niets. Voor mij persoonlijk was het zelf nog een jaar langer wachten, aangezien ik exact een jaar na de uitkomst van dit spel in juni 2022 pas een PlayStation 5 kon bemachtigen. Maar dit alles gezegd, Rift Apart was de moeite meer dan waard. Insomnia Games nam na de remake van 2016 even afstand van ons duo. Er waren nog wel plannen, maar het was onduidelijk naar welke kant die zouden gaan. Er waren veel geruchten over een remake van Going Commando als volgende spel, en anderen dachten dat het mogelijk een combinatie kon worden van Going Commando en Up Your Arsenal. Andere longtime fans, zoals ik, hoopten dan weer dat er eindelijk een vervolg ging komen op Into the Nexus, om dat diepe verhaal van ons duo verder te zetten. Insomnia Games besloot uiteindelijk dat de remake een eenmalig project was en dat ze verder moesten met de tijdlijn van Into the Nexus. Het team zette alles op alles om vanaf 2020 Rift Apart zo grandioos en sterk te maken als maar kon. Zo werkte iedereen mee en waren er geen teamleden die intussen nog aan andere games werkten, zoals in vorige jaren vaak het geval was. De release van de PS5 werd gezien als het perfecte moment om Rift Apart uit te brengen. En in juni 2021 zou het moeten uitkomen. Ondanks de grote problemen die de release van de PlayStation 5 had, werd Rift Apart niet uitgesteld en kwam dus uit in juni 2021, wanneer heel veel mensen nog geen PS5 hadden. Toch was het al bij al een commercieel, maar vooral ook kritisch succes bij fans. Maar we zijn nog niet rond, want Rift Apart heeft veel achtergrond uit te leggen door een superfan als ik. Zo had het team ervoor gekozen iets drastisch nieuws te doen. Een nieuw hoofdpersonage. Ze wilden een nieuw Lombax-personage, wat uiteindelijk een vrouwtje werd genaamd Rivet. Om haar ontstaan te verklaren werd besloten dat het hele spel het onderwerp van andere dimensies en realiteiten zou bevatten. Zodat het logisch is dat er nog een andere Lombax zou zijn, nadat A Crack in Time dat idee inmiddels had afgeket door dat diepe verhaal. Rivet is speelbaar en daar zal ik straks zeker nog meer over zeggen. What's it? Hey. Hey! Yes, hi! I have Clank. Huh? Oh, pal. I am fine, Ratchet. In fact, I am beginning to like my new look. For the record, I found him like this. Come on, I knew you wouldn't hurt Clank. Pretty sure you're me, after all. Wait! What makes you so sure you're not me? Well, I mean, come on, You got nothing. Yeah, I got nothing. Oh, sorry. Rivet, this is... Kit, I have been looking forward to meeting you. Me too. I suppose it is time to fix this mess. Ik ben zeer verheugd dat Rift Apart na 8 jaar de draad van Into the Nexus terug oppikt, want ik en veel andere superfans waren bang dat ze dat nooit meer gingen doen. Clank heeft de Dimensionator gerepareerd, wat de cliffhanger van Into the Nexus deed uitschijnen, om Ratchet te helpen de Lombaxen te zoeken. Op dat moment valt Dr. Nefarious aan en door zijn geknoei met de Dimensionator openen allerlei dimensies en worden ze alle drie naar een andere dimensie getrokken, waar een andere Nefarious, Keizer Nefarious, de plak zwaait. Hier is ook een alternatieve versie van Ratchet & Clank te vinden, namelijk Rivet en Kit, maar ze zijn nog geen vrienden en er zijn wel heel wat verschillen terug te vinden. Nu moeten Ratchet, Rivet, Clank en Kit samenwerken om zowel Dokter als Keizer Nefarious te verslaan. Wat een fantastisch verhaal is dit. De Dimensionator verliest wel een beetje kracht omdat het nu wel de zoveelste keer is dat men die probeert na te maken of herstellen, maar anders dan dat is dit geweldig. Veel superfans, waaronder ikzelf, waren een beetje Nefarious moe, omdat hij sinds A Crack in Time niet goed meer was gebruikt. Zo werd hij even anti-held in All for One en volledig ongepast in de remake gepropt. Toch ben ik blij dat ze in Rift Apart hem eindelijk terug goed gebruiken, door hem eigenlijk een secundaire schurk te maken.
want de echte schurk is Keizer Nefarious en die is veel intimiderender en gemener dan zijn tegenhanger. Het is dan ook super logisch dat men voor Nefarious koos als hoofdvijand van de franchise, om terug te keren en zijn tegenhanger te ontmoeten. En die keizer had zijn intrede niet gemist. Je voelt gewoon de spanning die er hangt rond die schurk en hoe gemeen die is. En Rivet en Kit hebben hun eigen plotlijnen die ze volgen. Zo hebben Kit en Rivet lang geleden met elkaar gevochten omdat Kit ook als vechtbot werd gebouwd, net als Clank, waardoor Rivet haar arm verloor. En als ik nog moet verder gaan, de alternatieve versies van Skid McMarks, die een goede terugkeer maakt trouwens, Captain Quark en Rusty Pete zijn allemaal geweldig. Ik had er graag nog meer gezien, zoals Big Al en Helga, maar pakken wat we kunnen natuurlijk in dit geval. Ik ga hier wat korter proberen zijn. We kunnen nog steeds met Ratchet spelen, maar ook als Rivet ditmaal. Rivet heeft ongeveer dezelfde moves en hetzelfde kan gezegd worden over Clank en Kid die puzzellevels krijgen gelijkaardig aan Into the Nexus en A Crack in Time. Ratchet moet een tijdje met Kid op zijn rug rondlopen en Rivet met Clank. De wapens in dit spel zijn vrijwel allemaal zeer goed gevonden en we hebben een grote variëteit aan level. De gameplay is sowieso goed, maar er hadden van mijn part zelf nog meer planeten mogen zijn. De planeten die we echter krijgen zijn goed, en dan bedoel ik zeker ook de terugkerende planeten Sargasso, Torren 4, Ardolis en Visseron. Dat brengt herinneringen terug, spijtig dat ze er geen van de PS2-era in hebben kunnen steken. Maar ik zeg het, pakken wat we krijgen en wat we kregen was zeker voldoende. Alleen variatie van vijanden had nog iets beter gekund, maar bon. Wow! What a battle! Are we done having fun? Come on! Give it up for Rivet and her first victory! Moest het nog niet opvallen, ik vind Rift Apart geweldig. Rift Apart is zonder twijfel het beste dat Ratchet en Clank te bieden hebben sinds A Crack in Time. En dat zijn enorme voetstappen om te volgen. Rift Apart verdient uiteraard kopen en 5 gouden sterren. Nu is de deur opengezet naar mijn mening voor meer. Op het einde van dit spel wordt er gehint naar een avontuur waarin Ratchet en Rivet mogelijk eindelijk op zoek gaan naar de Lombax dimensie. Dit lijkt me zeer mogelijk en hoewel ik altijd de meer simpele PS2 en zelf PS3 era in mijn hart zal houden, is de flitse PS5 era zeker waard om door te gaan.